Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog vrij veel wolken over Nederland met af en toe een druppeltje motregen. Klein licht buitje kan dus, maar vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanochtend nog niet, dan hebben we dus ook vrij veel wolkenvelden en een temperatuur van 7 tot 10 graden, een zwakke tot matige wind. Langs de kust kan de wind vanmiddag af en toe wel weer even vrij krachtig zijn, windkracht 5. Vanmiddag is het dus droog met af en toe wat zon erbij en dan liggen de temperaturen op 11 of 12 graden, misschien 13 in het zuidoosten van het land. Vanavond vrij veel opklaringen, temperatuur daalt naar een graad of 9, de wind verandert niet of nauwelijks. En vanavond is het in elk geval droog, dat is het ook een groot deel van morgen, met in het oosten eerst nog een klein beetje zon. Maar in de middag raakt het overal bewolkt en gaat het van het westen uit ook wat regenen. Het blijft nog wel zacht met 11 of 12 graden en een matige tot vrij krachtige wind. Dan gaan we verder in de week kijken. Woensdag wordt de mooiste dag. Dan schijnt de zon flink, 9 of 10 graden, het blijft droog en de wind neemt tijdelijk ook wat af. Donderdag meer bewolking, misschien laat op de dag in het noordwesten de eerste regen. En ook vrijdag kan er weer wat regen vallen en zien we vrij veel wolken. Temperatuur gaat wel terug, donderdag is het een graad of 6. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.